Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Madelisa en ik ga weer laten zien wat ik allemaal aan boodschappen heb gehaald deze week bij de Lidl. Het totaalbedrag was... Ik weet het niet aan mijn hoofd. Ik was wel weer onder 100 euro gebleven, want ik was super stoer van mezelf. Want dat is een beetje mijn budget. Ik probeer altijd... Dat doe ik eigenlijk al sinds dat ik ben gaan samenwonen voor het eerst van de kinderen. 100 euro per persoon in het gezin. En als je een steen bent, zit je daar vaak wat overheen. Begin vaak met 300. Maar over het algemeen 100 euro per hoofd. In het gezin. Per kop, ja. Wat in ons geval dus neerkomt op tussen de 400 en de 500. Want we hebben het over het algemeen natuurlijk zijn met z'n vieren. En we hebben natuurlijk om het weekend dan twee kinderen erbij. Dus over het algemeen probeer ik dan zo rond de 400 en de 500 euro per maand te blijven. Wat uitkomt op 100 euro per week. En aangezien wij niet de brood bij de supermarkt halen, maar bij de bakker. Is ongeveer altijd 7 tot 10 euro per week extra. Dus als ik zo rond de 100 euro blijf met vaste boodschappen, dan kom ik wel rond die 450, 500 euro per maand. Even een achtergrondgedachte hoeveel ik uit wil geven aan boodschappen. Voordat ik de boodschappen laat zien, zal ik even vertellen dat onderin de omschrijving ook de avondmaaltijden en de snackopties die ik heb voor deze week uiteengeschreven staan. Wat we ongeveer gaan eten. Dus misschien behulpzaam als je zelf je boodschappenlijstje nog moet maken of gaan bedenken wat je deze week gaat eten. Vind je deze video zo leuk, dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je nog niet bent. En dan gaan we met de boodschappen beginnen. Heel mijn aandacht staat weer vol met allemaal boodschappen. Dus het is weer onderverdeeld in avondeten. Daar zal ik mee beginnen. Vanavond eten we kipsnietels met een bloemkool en een kaassausje en wat aardappeltjes. We eten een keertje macaroni. Dus ik heb het gepelde tomaten gehakt en Italiaanse groenten. De snacks waren op, dus kroketten en frikandellen voor op de frietdag. Dan eten we ook een keertje kip madras of curry madras. Ik wou eigenlijk chicken tonight eten, maar deze zag ik staan. Dus kip en basmati rijst erbij. Dus dat is dan ook een lekker maaltje. Dan eten we ook een keertje visstikjes en lekkerbekjes. De kinderen wouden eens een keer wat anders eten als vis. Dus nou ja, dan iets onder de gezonde versie. Spersiebonen en natuurlijk Saskia drinken. We eten ook een keertje hamburgertjes met wat salade erbij. En er waren hamburgerbroodjes. Af en toe hebben ze die bij de Lidl. IJsbergsla ook voor bij de salade en voor mijn salades. Appelmoes. Filet americain en beleg zoals boterhamworst en grillworst. Dat gaat altijd heel hard bij ons. Een extra kan met siroop, pakjes drinken, chocomel, magere yoghurt voor mijn proteïnesmoothiezorgers, extra magere melk, een groot pakje onbelegen kaas, want kaas eet iedereen hier zo. Dental Six voor Boris, heeft hij af en toe eens nodig. Chocolaatjes voor na het avondeten vinden we nog steeds heel erg lekker. Verder zijn we natuurlijk salami sticks, salted sticks als snackje. Ik heb een pakje kauwgom gekocht, daar had ik zo maar zin in. Soepjes voor tussen de middag voor bij mijn salades, want dat vind ik nu wel lekker, wat warmers. Dan de nep liga's, want de liga koekjes zelf vonden de kinderen heel lekker, maar deze wijn gewoon van de Lidl. Dan hebben we bananen, appels, druiven, komkommer en natuurlijk de cheese dippies die meegaan naar school, vinden de kinderen ook altijd heel fijn. Extra chocopasta, want ik zag dat de bodem in zicht kwam. En wat snacktomaatjes. En extra kruidnoten zag ik bij de kassa liggen. Batterijen hadden we ook nog nodig. En deze is voor mijn nichtje, die is binnenkort jarig. Dus dan kan ze daarmee spelen als extraatje boven de kreuk die ik al voor haar had. En deze zag ik staan in de kerstcollectie. Ik dacht, oh, dat is leuk, straks met kerstkoekjes bakken. Dus al met al was het weer een hele boodschappentas vol. Dat waren alle boodschappen voor deze hele week. Zoals altijd in de omschrijving staat de avondmaaltijden en de snackopties alvast uitgeschreven voor jullie. Willen jullie meer van dit soort video's zien, zet ik dan even de boodschappen shoplog playlist hiernaast. En een e-dagboekje hieronder. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie daar. Doei doei!